Hoi, leuk dat je kijkt naar een extra video. Vandaag ga ik mijn daily make-up laten zien. En ik ben vandaag in Berlijn. En het is echt de ochtend en ik ga zo naar beneden. Dus dit is de real daily make-up. Ik heb nu alleen een serum op van La Mer. En deze dagcreme van Clinique. Alles, hoe alles heet en wat ik gebruik, zet ik onder in de beschrijving. En dan kun je dat op je gemakje lezen. Ik begin met foundation. Deze kwast voor. Normaal heb ik een andere foundation. Maar omdat ik nu dus ging reizen, kon ik die niet meenemen. Want die had te veel milliliters. Dus ik heb even twee andere. Sensai en Armani. Die breng ik dus aan met een platte foundation kwast. Oké. Dat is de foundation. Dan concealer. Ik heb altijd hele donkere kringen onder mijn ogen, dus ik gebruik heel veel concealer. Ik begin met deze van MAC. Het is heel dekkend, maar wel best wel dik en stug. Dus ik maak hem een beetje creamy met deze van MAC. Ook concealer, maar die is iets vloeibaarder. Daar heb je echt heel klein beetje voor nodig. Want als je hem niet creamy maakt, dan gaat hij heel erg tussen dat lijntje zitten wat bijna iedereen heeft. Dat soort glaglijntje deze. En dan alles een beetje blenden met deze kwast. Dan maak ik rondjes. En op de plekjes waar ik niet goed bij kom, doe ik gewoon met mijn vinger een beetje deppen. Dan highlighter, die is ook van MAC. Die doe ik in puntjes. Een beetje op je been en op je neus. Wenkbrauw. En een beetje hier. En dan ben ik super shiny. En dat poeder ik af met finishing powder van NYX. Wenkbrauwen vul ik een beetje aan. Ja, een beetje in eigenlijk. Met deze van MAC. Zo'n brow stick. Doe ik alleen voorin een klein beetje. Beetje gaatjes dichten. Zo. Mascara van Chanel. Een klein beetje. Ik weet eigenlijk niet wat voor poeder het is. Matte blush powder. Oké, dus ik gebruik het verkeerd. Maar die is super donker en die had ik een keer gekregen. Ik gebruik een klein beetje om te shapen. Een beetje blenden weer. Oké. Ben er bijna. Deze neem ik trouwens wat mee in mijn tas. Dat is ook een concealer van MAC. Een soort stick. En dan als je toch wel weer als een graftak uitziet, dan kan je het een beetje bijwerken. Dus die zit altijd in mijn tas. Ik gebruik het liefst Kim Kardashian West van Charlotte Tilbury. Alleen die is op. Dus als vervanger heb ik dan Nude Kate. Ik wissel die altijd een beetje af. Dus ik begin met Nude Kate. Nude Kate. En die top ik dan af met deze lip lingerie van NYX. Die maakt het dan toch nog iets meer nude. En iets matter. Let op, deze kan je lip wel echt een beetje uitdrogen. Dus het is goed als je deze twee combineert. En nu dump ik een beetje af zo, like this. En vandaag wil ik voor het eerst wimpers proberen zelf. Dus ik ga nu even mijn eyeliner nog niet laten zien. Maar normaal doe ik dan ook nog mijn ogen met paintpot. Heel klein beetje. Het liefst met mijn vingers dep ik dat op mijn ooglid. En dan doe ik mijn eyeliner met een stift van Clinique Pretty Easy. En hij is ook Pretty Easy. Want ik vond altijd met een stift heel eng werken. Maar ja, ik doe dat dus zeg maar zo'n lijntje op mijn oog. En dan maak ik hem aan de zijkant af naar binnen en dan heb ik een eyeliner. Maar misschien laat ik dat zo nog even zien. Ik ga even klooien met de wimpers.
eerst de paintpot. Beetje dappings. Paintpot is gewoon echt een super goede basis voor je eyeliner of je oogschaduw. Blijft ook langer zitten en het gaat niet van zijn plek af, zeg maar. Oké, volgens mij is het gelukt. Maar toch had ik misschien eerst mijn eyeliner moeten doen. Oké, ik heb fake lashes op. Voor het eerst zelf gedaan. Volgens mij is het wel geinig. Op een random woensdag. Nu ga ik mijn eyeliner aanbrengen. Oh nee, ik heb verkeerde volgorde. Nee, ik heb de verkeerde volgorde. Ik moest eerst mijn eyeliner doen. I'm so stupid. Ik kan er nou niet meer bij. Nou, ik heb toch iets geprobeerd. Volgens mij is het wel oké, zo. Oké, dit was mijn daily make-up. Ja, niet de lashes dus. Dat doe ik niet daily. Maar dit is hem al zo'n beetje. Dankjewel voor het kijken. En tot de volgende daily make-up. Want ik pas hem heel vaak aan. Dus see you next time. Doeg!